gaan we even een tweede poging doen. Kijken of deze World of Drugs vraag nu wel pakt en ook dat ik hem af kan leveren. Hiervoor had ik het probleem dat dat niet kon. En ik stond gewoon geregistreerd, dus ik snap niet wat er aan de hand was. Nou, we gaan kijken. We halen even een vrachtje op en dan brengen we hem naar Bocatello. En dan hoop ik dat die afgeleverd kan worden. Blijkt het nou weer een probleem te zijn dat het niet wil om een of andere reden, dan ga ik naar ETS en dan ga ik daar verder afrijden. Nou hoop ik gewoon dat ik deze dus gewoon af kan leveren. Maar ja, dat zien we over 16 minuten. En dan hoop ik dat ik hem gewoon af kan leveren. Kan het niet, dan hebben we een probleem. Dan ga ik sowieso een klacht indienen bij SCS. Het zou wel jammer zijn als ik deze ook niet af kan leveren.
Ik ben gewoon verbonden met World of Trucks, dus dat moet gewoon willen. Ja, op een of andere manier dus niet. Waar gaat ie? En anders BTS. Kijken, hé. Wat een mooie omgeving. Echt, man. Mijn World of Trucks cadeauvraag wel kan lossen, want anders ga ik naar ETS. Daar heb ik totaal geen problemen mee. En ik snap niet waarom
Stop jij? Waarom het nou hier niet wil? Dat begrijp ik echt niet. Maar we gaan het zo meemaken. 10 minuutjes. L Highway Killer van RTR Mods. Gracias. Alles is weer goed in orde. Fijn om te horen. Dan kijken of we er erop kunnen komen. Ja.
Oké, we gaan naar links. Ja, nog 6 minuutjes, dan weten we het. Ik hoop nou wel dat dat gewoon werkt. Okay. Moet je kijken. Wauw. Dit is mooi. Of niet dan? Hier. Oh ja, nou ja, dat hoort er eventjes bij. Maar wat een uitzicht. Moet je kijken. Daar de watervals. Twee gliders. Oh, mooi man. Ja, dat is de aanrijding wel even een beetje waard. Thank you.
heerlijke fluitgeluid. Mooi man, echt. Nou, dan kijken we het zo te horen of het werkt. Nou ben ik echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Of hij zegt van, hij kan hem niet pakken. Maar nou pakt hij hem wel. Het is toch... Het is ook wat. Even kijken. Eerlijk waar, hier word je gewoon niet goed van. Oké, okay, ik zet hem even op het konvooi neer. Nou geeft hij 35 mods aan. En een uurtje geleden 22. Hoe de hel is dat mogelijk? Nou ja, ik ben al lang blij dat ik hem kan gebruiken. Even kijken. Dan ga ik even
met de tijd knoeien, want ik wil nu niet in het donker gaan rijden. Daar heb ik niet zoveel zin in. Nee. Oh nee, 1 uur. Oké. Dan ga ik even kijken of ik hier... of hier een vracht zit. Dat zou mooi zijn. Eens even kijken. Wij hebben gelost. Oh, 975 for OK. Ik denk toch... No, my blue baseball cap, blue red sweatshirt, underneath PS window, season leave, coach in 10434, the 1636. Kingsman. Ik wil niet zulke lange vrachten gaan rijden. Otagio. Hoe kwam ik daarna niet weg? De Walmart. Ja, dan moet ik eerst rijden. Moet ik toch daarheen rijden? Even kijken. Er zit niks bij A, zie je ADM. En dan moet ik even kijken of we daar ook nog bij ADM een er zit niks bij ADM, hè? Ja, toch wel, ja. Goed, dan is het helemaal daarheen. Oké, ik kan hem nemen. Ja, laten we dat maar doen. Walmart, dan gaan we even een stukje terug. Het is niet zo erg. Oké. Wauw, dat hij accepteert hem. Dat is wel mooi. Nou goed, doen we dat. Dan ga ik hem even aankoppen en dan eventjes een sanitaire stop. Even een koffie pakken. En dan ben ik wel weer terug. Time to hit the road. Ja, ik moet eerst even kijken waar ik hem weg kan halen. Ja, daar staat hij. Time to get the job done. Enter the door using all keys. Down, try to enter to the back door location. Oké, ik ga even een kop koffie pakken, even sanitaire stop en dan ben ik zo weer terug. Oké, tot zo. The unit that you can clear that can handle a cold. Of the
Honor to handle it from Virgil and Santa Monica. From Virgil and Santa Monica, 2135 North View Avenue. Edgecliff Drive, code 2 incident 408, Nardi 204, a possible ADW suspect at 511 South Parkview Street, code 2 incident 439, Nardi 245, airport units available to have identified. Nou, we kunnen een stukje rijden, ik zet hem eventjes, draai hem even om, tegen de tijd is de koffie ook al klaar. Nou dat maar. Niet op gokken. Ja, ik hoor dat net de koffie klaar is, dus ik ben zo weer terug. Zo, nou, dan gaan we nu echt beginnen. We hebben even een vracht geladen hier in Pocatello bij ADM. En we gaan naar Kingman, Walmart, Megastore, met de cadeaus. Hey Castillo, thank you for the follow, man. Thank you. Thank you.
gewoon rechtdoor ga, dat moet toch ook kunnen? Maar dan kan ik hem inkleuren, zie. Nou kleur ik hem in. Mooie omgeving. Industrietje. Wij gaan links aanhouden, want we moeten straks links af. Machtig mooi geluid. Lijkt wel iets op die van de GasUnie in Groningen. Goed, 41 minuutjes, 679 mijl. Ja, of course, doen we dat wel eventjes. Oké, gaan we weer.
grasveld, bebossing. Hartstikke mooi, man. Hartstikke mooi. Heb ik goede hoop dat deze vracht dan ook afgeleverd kan worden. Ik snap niet waarom het de allereerste keer niet wou. Maar goed. Vraag je nou eigenlijk wel af, waarschijnlijk af,
draaien geen icoontjes van het weegstation. Dus dat klopt. Die heb ik uitgezet. Daar heb ik een mod voor. En daar wordt... Dan wordt dit aangegeven met een kruis. En bij de tankstations is dat precies hetzelfde. Kijk, daar staat het. Nou, daar stond in ieder geval het kruis. En dat is dus met de tankstation precies hetzelfde. En bij de weestations en bij de poorten en dat soort dingen meer. Oh. En ook als je je truck gaat laden, lossen, dan is dat hetzelfde. Maakt het net even ietsje realistischer dan dat gedraai van die iconen en zo. Het is wel handig. Ik had gewoon beter links kunnen blijven rijden. Ik had het wel verwacht, maar ik dacht dan ach. Ja, nog 31 minuutjes.
Ja, dan is het zicht bijna joehoe joehoe. Moet je kijken, dan zie je toch geen rambam. Remmen hebben. Ik dacht al, we zitten ietsje op hoogte. Ja, komt ie. Ja.
de ruimte. Helaas in het donker, hè? Die is niet anders. Lampjes die bewegen, zie je dat? Leuk man. Nou, ik vind deze trailers voor de pakjes mooier dan die van vorig jaar en de jaar daarvoor. Met die open trailer waar die pakjes op stonden. Past niet bij 20. Vind ik. Even weer wat vrienden maken, heb ik gewoon het licht aan gedaan. Dus er zal wel geknipperd worden, er zal wel geremd worden.
3, we can take that till 3 o'clock. Having some time to find. Yeah. Waar bevindt het kruis zich? Daar. Ja, ik had het er wel verwacht. Ja, dat bedoel ik dus.
ontbreking doen. Even boterhammetje eten. Dat is eigenlijk ook wel logisch, maar ja, dat kan gebeuren. Las Vegas.
88 mijl, 6 minuutjes. Bijna. Mooi man. Zo ja, ik had ook rechtdoor gekund. Ja, oké, nee, dan is het goed. Ik ga met een bochtje. Ja. Dag nog.
Dat was de lantaarnpaal. Dat was niet echt handig. Dat was bijna de muur. Dat is ook niet erg handig. Niks, hè? Dan ietsje bij moet draaien. Mooi. Eens kijken of die deze het nou ook pakt. Dat zou het helemaal mooi zijn. Geweldig, man. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb helemaal voor u, check. Zet ik hem even op de parkeerplek neer. Ik ben aan Van Nuys frequency 4500 Van Nuys voor u, check. Ik ben aan de even op de parkeerplek. Even hier nu. Ik ga even een hapje eten. En dan doe ik eventjes. Ja, ik ben zo weer terug. Zo kun je via Unicef met het college werken aan het onderwijs hebben. Of extra hulp krijgen van antwoorden.
F14736 North 50th Street, second half from son in law, suspect mother in law, no white 46, up from elemental illness, minor comments, code 2-3511 and RD923. Lost faces remind me of the love I knew. Reality has a way of playing tricks on you. And I think of you. Nou, in de tussentijd kan ik wel eventjes even kijken of er nog hier een vracht te halen is met pakketties. D30 Screaming Woman, Aliso and Mission Road, Elysian and person Aliso and Mission Road, under the 101 freeway. Ik wil eigenlijk niet zulke lange ritten doen. Nayuma. Okay. Solo. Yes. Nou, ik kan hem in ieder geval vast wel even aankoppelen.
zal mijn broodje ook wel klaar zijn. En moet ik hem nog eerst even aanvragen of niet? Nee, volgens mij niet. Let's go. Goed is het. Maar... Maar ja, als het goed is, dan moet hij klaarstaan. Als het goed is, hè? Kom, zo wachten. Ja, hij staat klaar. Dat is wel mooi. Okay, here we go. Terug even brood pakken. Young Sam, 3 Edward, 8 boy. Correction. So then it's gonna be Young Sam, 3 Edward, boy 4. 9 Edward, 33 30 41 370. Copy, love to float away. I love to float away. 87, that was 44. 87 44. Unknown name. Don't bring me down. Pushing now, I'm not going alone. Direction of travel. Look out, baby, look out. The man at 1211 West 11th Street is code 2 incident 522 and RD 279. Aanrijding gehad. Thank you.
stand by until 2040. It's gonna take me longer. 1115 2 3 5 3 2 32 79.
54-1015 with a female 00. F1-00, 451. Well, 11 West 11th Street, code 2 at 75 Plains, 2279. Well, gehad. En dan kom ik vanavond weer en dan ga ik waarschijnlijk ETS doen. En diegene die wil joinen, die kan gewoon rustig meedraaien. UPS, kijk, waar zit UPS hier? Dat zou best wel snel. Oh, daar is UPS. Yes. Oké. Okay.
Ja, ja. Op het laatste moment nog even een regenbuitje. Why not? Gaan we helemaal scheef. Raam dicht. Mooi. Eens kijken of die hem wil aannemen. Mooi man. Even kijken, hoeveel hebben we nou gedaan? We hebben er nu 9 gedaan, of in totaal. Mooi, dan ga ik vanavond op ETS verder. Ik zet hem even op een parkeerplek. Goed, ik zou zeggen, oké, wauw. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Oké, hoi hoi. En Castillo. Bedankt voor de follow.